Oké, 3 MAVO, goedemorgen. Jullie hebben bacterieonderzoek gedaan. Nu gaan we verder met de volgende stappen, namelijk het verwerken van de resultaten. Jullie hebben iets onderzocht. En jullie hebben een petrischaaltje gemaakt en jullie hebben die dingen erin gedrukt. En dat is dus jouw petrischaaltje die nu voor jou ligt. Je gaat straks een aantal dingen doen om de resultaten te verwerken. Je schrijft op wat je ziet. Dat schrijf je gewoon op een kladblaadje. Schrijf, denk aan grote, zijn het grote bacteriekolonies, zijn het kleine bacteriekolonies, zijn ze groen, geel, paars, roos, wit, bruin, oranje. Denk ook aan de hoeveelheid. Gaan ze bijvoorbeeld turven? Gaan ze tellen? Je hoeft natuurlijk al die hele kleintjes niet te tellen, maar als je een beetje een schatting maakt, een ruwe schatting, is dat voldoende. Daarna ga je een natuurgetrouwe tekening maken. En jullie weten natuurlijk, een tekening maak je aan de hand van de tekenregels. Die tekenregels, die heb ik hier als voorbeeld. Je zet rechtsbovenin jullie namen dan in dit geval en jullie klas waar jullie in zitten. Je zegt, wat teken je? Nou, dus je petrischaaltje met de bacteriekoloniën. Waar bekijk je het mee? Is dus niet nodig en je vergroot dus ook niet. Dus hier, die laatste twee hoeven dus niet. Dan maak je een lijntje. En echt heel mooi met lineaal. Dan ga je hier dus die petrischaal heel groot tekenen. Dat rondje zelf mag je van mij het best met een passer tekenen. Maar de rest teken je uit de losse pols. Dan zet je lijntjes met namen. En die lijntjes stoppen hier en die namen zet je erachter. Het is allemaal vrij duidelijk, vrij simpel. Maar je moet het wel op deze precieze manier doen. En dat is dus jouw tekening. Daarna, je hebt dus die natuurgetrouwe tekening gemaakt met duidelijke legenda. Dus ook welk vakje is nou precies wat. En daarna ga je dus van die dingen een staafdiagram maken van de aantallen koloniën die je dus bij 4a hebt geturfd. Dus hoeveel je er van alles hebt. Dit doe je gewoon op de computer. En weet wel dat die petrischaal, die blijft in de klas en hij blijft ook dicht. Er zitten namelijk ook schadelijke bacteriën in en die komen overal voor. Maar wij hebben ze gekweekt, dus het zijn ineens heel veel schadelijke bacteriën. Daarom laten we hem lekker dicht. Kunnen we ook niet ziek worden en ze gaan aan het einde. Moeten jullie vaarwel zeggen tegen jullie nieuwgemaakte huisdier en gaan ze zo de prullenbak in. Dan ga je op de computer de conclusie maken. Heb je hypothese, was die juist, ja of nee? Herhaal je hypothese, dus ik dacht dat en dit was inderdaad zo. En of nee, mijn hypothese was helemaal niet juist. En dan ga je hem verbeteren. Wat zou je verklaring kunnen zijn en waarom heb je wat gevonden? Je moet in je conclusie ook iets van theorie zetten. Dus kijk even op internet wat er staat over bacteriën in combinatie met wat jij hebt onderzocht. En verwerk dat in je conclusie. Nou, daarna ga je het schrijven van het verslag, opmaak, inhoud, dit kan je gewoon lezen. Ik heb er ook video's van, jullie weten wat mijn kanaal is, dus zoek ze gewoon op, zou ik zeggen. En dan kan je gewoon een voorbeeld zien van hoe schrijf je nou eigenlijk een verslag, want het onderzoek heb je gedaan. En let op, want hier, die hebben jullie ook gekregen, staat precies in waarop ik jullie ga checken. Dus is je verzorging goed? Hebben jullie bladzijdennummers? Als je niet weet hoe dat moet, prima, vraag het. Hebben jullie de probleemstelling, onderzoeksvraag goed neergezet? De veronderstelling, hypothese, verwachting, etc. Nou, dit lezen jullie maar. Dit hebben jullie gewoon uitgeprint en het staat ook op OneDrive. Waarnemingen, beschrijvingen, dat is dus die 4a die jullie moeten doen. Resultaten, dus de tekening van de bacteriën en met duidelijke legenda. Die kunnen jullie ook deze les bij mij inleveren. Ik raak hem dan niet kwijt. En dan geef ik hem terug als jullie het verslag inleveren. En de resultaten, staafdiagram en een conclusie. Nou, uiteindelijk scoren, keer 10 of in ieder geval, komt daar dan dus een cijfer uit. Als jij dit allemaal hebt en als jij dit goed doet, kan je dus ook gewoon een 10 verdienen. Maar heb je hem dus niet op tijd ingeleverd, heel kinderachtig opgaan, maar gaat er natuurlijk een punt vanaf. Je levert het op tijd in. Als je het volgende week maandag in moet leveren, of volgende week woensdag, lever je het ook volgende week maandag of woensdag in. En niet een dag later, dan gaat er dus een punt vanaf. Afspraak is afspraak, niet op tijd ingeleverd, is direct op de inleverdatum op school blijven om je verslag af te maken. Heb je zoiets van, nou dat boeit me helemaal niet, prima, krijg je gewoon een 1.
Een verslag maak je. En een verslag lever je in. En ik zeg dus precies waar je punten voor krijgt. En dat is ook dus voor op tijd inleveren. Heel veel succes. Dit uur, volgend uur, hebben jullie hier de tijd voor. En daarna is het klaar. Dan moet het volgende week ingeleverd zijn. Dus heel veel succes. En veel plezier.